komende donderdag het Mediapark Jaarcongres in Hilversum. En een aantal expertsessies zijn daar, onder meer van TNO. Paul Valk, ben jij daar zelf bij aanwezig? Dus doe jij? Ik doe het niet. Ik ben er wel bij aanwezig. Nee, dat is hartstikke leuk. Ik denk dat we op dit moment ook in een mooie setting zitten met elkaar. Waar het momentum eigenlijk daar is om te kijken. Ik zag net even het filmpje. We hebben het over mediasynchronisatie onder andere. Een thema dat we al jarenlang onderzoeken. Waar eigenlijk het moment is dat er met bestaande technologie eigenlijk onvoldoende. Even voor de duidelijkheid wat je daarmee bedoelt. Je bedoelt dat je het synchroniseren van de televisieervaring met wat je eventueel interactief exact. Op een ander apparaat doet. Exact, ja. Ja dus tweede schermen. Tweede schermen, diverse media op tegelijkertijd uitzenden en via verschillende kanalen en ook netwerken natuurlijk. Dat is natuurlijk van belang om zeg maar eigenlijk die tractie te genereren. Dan heb je natuurlijk eigenlijk een beetje de kip-ei-situatie. Op de ene kant natuurlijk de onvoldoende geslaagde second screen applicaties, of companion screen zeggen we liever, applicaties waarmee de formats zeg maar op televisie verschijnen. Partijen als SBS eigenlijk ermee gestopt zijn eigenlijk met dat soort programma's, omdat die onvoldoende tractie in geld en adverteerders genereren. Alhoewel zie je partijen ook wel weer, zoals RTL daar eigenlijk tegenovergesteld staat, om nieuwe formats te bedenken. Ja, maar dat is eigenlijk meer Talpa natuurlijk, hè, dan RTL. Ja, nou, dat is inderdaad, dat klopt, dat heb je gelijk. En dus wat wij ook een beetje missen nog voor een belangrijk deel, als je het hebt over technologie en industrie, is toch wel die hele directe connectie met die contentpartijen. Daar hebben wij ook mee te maken als TNO. En wat doet TNO daar dan in? Want als je nou kijkt bijvoorbeeld naar wat Talpa doet, hè, rond de Voice, de thuiscoach, allemaal dat soort zaken. Dat wordt natuurlijk gewoon door de Ex-Magina gedeeltelijk gedaan, gedeeltelijk door andere bedrijven gewoon uit de privésector. Ja. Wat voor rol speelt TNO daar dan in? Nou, wat wij traditioneel, maar ook eigenlijk de enige partij zijn die onafhankelijk van die partijen de verbinding kan zorgen. Wat voor verbinding? Nou, met name de brug tussen ontbrekende schakels die met technologie te maken hebben, maar ook met partijen die verschillende belangen hebben. Dat is heel concreet, want ik snap niet wat je zegt. Heel concreet heb je eigenlijk technologiebelangen van leveranciers die aan die omroepen allerlei technologieën als watermarking leveren en daar heel erg proprietary zijn in technologie. Ja. Maar er zijn meerdere oplossingen mogelijk. En het gaat natuurlijk ook om dat uiteindelijk de zaken in standaarden worden gezet. Dus wij zijn daar met technologieoplossingen al in ons lab hebben dat werkend. Nou, nu is het eigenlijk het moment om daarmee naar buiten te komen. En onafhankelijk van allerlei leveranciers te kijken of met de hele industrie eigenlijk, met name ook in Nederland aan het kijken zijn, of dat op een niveau kunnen tillen, dat het geadopteerd wordt en welke zeg maar de maakindustrie, de technologiebedrijven daarin kunnen dwingen tussen aanhalingstekens om dat soort technologie te adopteren. Maar in dit geval bijvoorbeeld zijn er voldoende technologieën beschikbaar. Dat is een prachtig Nederlands bedrijf uit Eindhoven, hoe heet het ook weer? Die synchronisatietechnologie biedt. Sivolution, de partij in Engeland, de Amerikaanse partijen. Ja. Daar hebben jullie dan toch eigenlijk geen rol meer. Waarom laat je niet gewoon aan de markt over? Ik ga niet een hele technische discussie voeren, maar wat je ziet bij watermarking is dat het toch onvoldoende aansluit en dat er nog voldoende problemen zijn. Dat heeft met microfoonposities et cetera te maken die eigenlijk onvoldoende op dit moment zijn om zeg maar breedschalig echt, zoals we noemen, frame accurate nauwkeurig, die synchronisaties te kunnen doen. Dus er zijn ook andere technologieën voor nodig. En daarnaast, en dat is ook een rol die wij natuurlijk hebben als TNO, om ook die verbindende factor te vormen. Ook omdat het vaak niet alleen met technologie te maken heeft, maar ook met gemeenschappelijke belangen. En voor welk, wat voor dingen heeft voor mij als eenvoudige kijker, voor wat voor toepassingen is dat belangrijk, zo belangrijk zeg maar, dat het zo accuraat is? Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld live events als bijvoorbeeld, neem een schaatsen, dat is natuurlijk belangrijk in Nederland. Als je, voor jou ook, hè? Overigens. Ik heb je Twitter-account zitten volgen. Maar, ja. 2012 ging ik terug. En, 2012 was je de Elfstedentocht. Was bij Final de Elfstedentocht gereden. De Elfstedentocht, ja. Goed gezien. Ja. Ja, dat klopt. Dus sport is belangrijk. Schaatsen heeft ook mijn passie. Maar je ziet bij schaatsen dat als jij daar op second screen applicaties, companion screen applicaties, eigenlijk meer data wil toevoegen, nou, dat raakt ook een beetje wat Monique zegt, dan moet je toch wel zorgen dat het dezelfde ervaring is en dus ook als je het op een groot scherm kijkt waar je de normale mooie camerabeelden hebt, maar op je tweede scherm ook eigenlijk precies frame accurate bepaalde zeg maar hele snelle
beelden ontvangt. En dan kan het niet zo zijn dat er vertraging zit in de lijn. Als je het hebt over de 500 meter of de 1000 meter. Dan moet het allemaal natuurlijk vrij nauwkeurig met elkaar kloppen. Op frame accurate niveau. En voor jullie is het nu de technische uitdaging het interessant. En moeten anderen maar met de oplossingen komen? Nou, nee. Ik denk dat wij, wat ik al zei, technisch hebben we het in het lab werkend. En we zullen dat op het Mediapark Jaakmogis ook laten maar, zien. Sorry, ik begrijp nog eens. Wat heb je dan werkend? Geef eens heel concreet een voorbeeld. Want het gaat niet om statistieken in beeld, want dat werkt al 6 jaar. Wat zie ik dan als ik met jouw oplossing schaatsen ga kijken? Nou, dan zie je eigenlijk als jij op een, even heel, heel plat gezegd, je zit op een IPTV-stroom, dus over het internet, de video, en je ziet op hetzelfde moment de broadcast-video. Moet dat echt frame accurate, zodat je niet kan zien dat er verschil in tijd zit. Het moet klok-synchroon lopen. Dus op 15 milliseconden. Dus ik zit naar Nederland 1 naar de NOS-registratie te kijken. En ik zie via een videostream op mijn iPad exact hetzelfde. Ja, ja. Okay. Dus, ja. En de stap daarna is dat je het ook interactief wil maken. Nou, daar hebben wij nu ook een nieuwe applicatie of technologie voor ontwikkeld. Dat je ook met die video die dan opgenomen is, daar ook eigenlijk een, zeg maar, als user-controlled camera posities zaken en zelf eigenlijk in controle wil zijn. En waar ja, dus je kunt zelf regisseur gaan spelen, maar exact. Dan klopt het wel exact, dan moet het exact frame nauwkeurig ja. met... Ja. Dus wat je dus eigenlijk gaat zien is dat je op je tv het broadcast signaal hebt, dat je iPad eigenlijk of je tablet je user-controlled camera functionaliteit biedt en dat je die zeg maar kan synken of dat die gesynkt is met je tv en dat je dat ook kan zeg maar in een soort picture-in-picture beeld kan creëren. Nou, dat hebben wij zeg maar werkend. En dat ga je donderdag laten zien? Ja, dat zijn in ieder geval zaken die wij donderdag kunnen laten zien in een soort demo-opstelling, maar ook de discussie graag willen aangaan met die hele keten. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk, dat we die hele keten van de content creators tot en met zeg maar, de uitzenders en de KPN's en de Ziggo's van deze wereld, dat die eigenlijk op één lijn komen te zitten. Met als doel die innovatie te vergroten. Dan kun je dat niet alleen. Hey, en wat is. Toen jij het eerder zei, dacht ik inderdaad, ja, de tweede scherm, daar heb ik eigenlijk heel lang niks meer over gehoord. Nee. Dat was 2 jaar geleden, zeg maar, was dat geloof ik ongeveer, was alles tweede scherm. En dat is een begrip wat ik eigenlijk niet meer hoor. En de toepassingen, behalve zeg maar de voice waar je kan meestemmen, ja. eigenlijk ook nauwelijks meer zie. Jij zegt een van de dingen is de technische complexiteit. Onderzoeken jullie ook wat het publiek wil, wat het publiek ermee wil? Ja. Want soms, heel veel van de dingen, ook die camera's en zo, daar denk ik altijd van, het is heel mooi dat het kan. Maar het zijn altijd novelty dingen die je een tijdje doet en daarna eigenlijk toch gewoon lekker naar een wedstrijd gaat zitten kijken. Helemaal eens. Als je het alleen op een wat hoger niveau bekijkt, wat je ziet is, en nou, kijk maar gewoon naar je kinderen, is tv kijken nu niet alleen maar met couch potato. Het is ook gewoon duidelijk interactief en meekijken en verschillende media tegelijkertijd consumeren. Nou, dat doen wij misschien wat minder. Maar je ziet duidelijk natuurlijk een trend, en dat hebben wij echt onderzocht, dat steeds meer wordt overgenomen. Als je thuis zit op de bank met je familie tv te kijken, dan is het natuurlijk echt zo dat de een zit nog met zijn iPad ook een ander scherm te volgen. Er wordt geswitcht op het kanaal wat je op dat moment wil zien. In de pauzes wordt geswitcht. Dus die mediaconsumptie is echt heel erg aan het veranderen nu. Dus het punt is alleen dat vaak formats nog worden ontwikkeld op veel traditioneel concept. En zaken worden geprobeerd, maar dat is ook innovatie. Ja, daar kunnen we allemaal heel erg van zijn, waarom lukt dat allemaal niet? Nee, dingen komen en gaan weer. Dat is ook een beetje de wereld waarin wij leven. Dus met deze technologieën en met zeg maar die nieuwe rol van die spelers en het hele over de top fenomeen van nieuwe kanalen kunnen bedenken en kunnen uitzenden, ontstaat er dus wel die nieuwe wereld die nu heel erg in beweging is. Sommige partijen lopen daar wat achter, maar adverteerders bijvoorbeeld zijn ontzettend druk bezig met mediabureaus om te kijken naar nieuwe commercials en hoe kunnen we die. Want voor het eerst is nu ook wel duidelijk dat in Amerika is het natuurlijk al zo dat de internetadvertentieinkomsten stijgen boven de tv-inkomsten uit. Ja, hoe kijk jij in dat kader, want jij volgt dat natuurlijk op de voet naar in dit kader van commercials naar zo'n initiatief van de Ster, Ster Extra. Die met een app zijn gekomen zodat je bij het televisiesignaal op die app gelijk extra aanbiedingen krijgt en gelijk dingen kunt bestellen. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk dat het heel, heel nuttig en zinvol is om daarvan te leren. Uiteraard. Dat is hetzelfde. Als dat het mislukt is, bedoel je? Nee, maar uiteraard, maar dat kan ook, daar hoef je geen expert voor te zijn, zie je ook wel dat de echte verbinding tussen de uitzending met commercials en de interactieve app, het zijn twee werelden nog. Ja. Het is niet volledig geïntegreerd. Dus dat is ook in principe de gesprekken die wij ook voeren met de Ster en partij. Van hoe kan je het nou wel echt op een goede manier integreren? Maar dat kunnen wij niet alleen. We zijn niet de creatives. De creatives zitten aan de andere kant, dus die moet je erbij betrekken.
Dus dat zijn ook zeg maar de doelstellingen van ons voor de komende periode. Hoe werkt dat nou eigenlijk met die technologie die jullie ontwikkelen? Want jullie zijn gewoon een overheidsgesubsidieerde instelling. Nee, dat is niet correct. Deeltelijk? Nee, we zijn TNO is bij wet opgericht. Ja, okay. Dat is punt 1. Punt 2 zijn we niet een onderdeel van de overheid. We zijn puur onafhankelijk zelfstandig. En slechts 25% van onze inkomsten wordt gefund door de overheid. We hebben alles fout. Nou ja, wij doen onze research altijd tijdens de uitzending. Nou, ja. Dus TNO als gedeeltelijk gefinancierd, mede gefinancierd door de overheid. Exact. Ja, prima. Not for profit en niet non-profit. Ook nog een duidelijk wat doen jullie met de technologie die je ontwikkelt? Komt dat eigenlijk vrij beschikbaar voor alle partijen in de markt die daar iets mee zouden willen? Of hebben jullie een ander belang? Nee, heel goed wat je dat zegt. TNO is natuurlijk altijd bekend vanwege het onderzoek. En wat ik ook net zei, projecten doen met partijen die in de industrie ertoe doen om samen tot nieuwe innovaties te komen en onderzoek te doen. Maar TNO doet wel degelijk heel veel en steeds meer, ook omdat TNO natuurlijk een moeilijke periode is beland. Dit jaar gaat het een stuk beter, maar met name dat natuurlijk de overheidsgelden sowieso worden teruggedraaid. En de overheid trouwens ook een klant is. Ze moeten TNO commerciëler worden, dus dat betekent ook creatiever omgaan met de kennis. Dus dat betekent dat er veel meer focus komt te liggen op technologieontwikkeling. Nou, TNO levert geen producten, we zijn geen commercieel bedrijf, wat je goed zegt. Maar we moeten wel inkomsten genereren. Dus wat ontwikkelen we? De technologie en de IP die we ontwikkelen, zetten wij in de markt met partners. Dus wij vinden, en dat is onder andere de rol die een heleboel mensen binnen TNO nu krijgen en hebben, ontwikkelen dus partners die de technologie overnemen en daar eigenlijk een commercieel product van maken. Dat betekent dat wij eigenlijk licentieinkomsten genereren van het product. En die licentieinkomsten worden weer gebruikt om zeg maar te investeren in nieuwe technologieën en nieuwe innovaties. Dus het is een ander businessmodel dan het traditionele onderzoeksmodel waar we natuurlijk ook voor gaan. Ja, en inmiddels komt dus 3/4 van je inkomsten uit, ja, uit dat dus soort... Daar is daarbij is de overheid natuurlijk ook gewoon opdrachtgever. Wij doen ook gewoon onderzoek in opdracht van overheden. Maar we doen ook heel veel, steeds meer opdrachten voor marktpartijen. Hey, en internationaal vooral, dus dat groeit ook heel veel. Ja, welke andere, hè, want dan kan ik me voorstellen dat je als organisatie, waar je vroeger misschien ook nog meer gedreven uit je eigen nieuwsgierigheid, je eigen vragen, je eigen uitdagingen keken en aan de slag ging, moet je nu dus ook meer en vaker andersom redeneren. Welke andere problemen zie jij bij mediabedrijven die naastig opgelost moeten worden als je het hebt over de technologie? Goeie vraag. Nou, ik denk dat de technologie niet zozeer het inhalen van technologie is, denk ik, moeilijk. Dat geldt voor de telecomindustrie waar we ook natuurlijk actief in zijn en andere high-tech industrieën ook. Zeker in softwareland en in technologie, wat vaak software gedreven is, gaat het allemaal heel snel. Het is een moment van adaptatie en dat die businessmodellen met name steeds sterker veranderen, waardoor je veel meer moet samenwerken met andere partijen en vanuit een ander model moet gaan redeneren. En die problematiek is veel groter dan de snelheid waarmee mediabedrijven technologie moeten adopteren. Dat is één kant van het verhaal. En door internet met name, dat is natuurlijk de grote drijfveer, zijn die advertentiemodellen natuurlijk volledig anders, waardoor het niet meer one size fits all is tegenwoordig. Dus de kunst is om die samenwerking snel te zoeken, technologie snel te adopteren en daarin dus veel meer te investeren. En dat heeft dus ook te maken met een divers multidisciplinair team. Telecombedrijven, om daar maar een analogie aan te zijn, traditioneel niet meer telecombedrijven, maar dat zijn gewoon IT-bedrijven. Maar je zit wel met een heleboel grote bedrijven die heel veel mensen hebben die telecom geschoold zijn. Die in feite niet nog in staat zijn om die nieuwe technologische ontwikkeling te adopteren. Dus kennis, opleiding en verbinding zoeken met andere partijen, dat is denk ik waar een hele hoop bedrijven het moeilijk mee hebben, zeker in medialandschap. En willen jullie daar een rol in spelen? Willen jullie diegene zijn die dat grotere begrip tot stand brengen? Absoluut. Dat is heel erg wat heel strategisch bij ons op de agenda staat. Dus met name wat je nu ziet door HWBTV en allerlei ontwikkelingen, dat een hele hoop partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. En in zo'n klein land als Nederland, wereldwijd gezien, is dat natuurlijk een hele rare situatie. Wat naar ons idee innovatie juist hindert, in plaats van dat het versnelt. Dat is veel meer moet samen. En die rol, ja, ik denk dat TNO die rol moet en ook kan spelen. Ja, is dat zo? Want ik denk ook wel eens dat juist goede, gezonde competitie innovatie ook enorm stimuleert. Althans, dat is ook wel mijn eigen persoonlijke ervaring. Dus als je ziet dat je concurrenten dichterbij komen, dan moet je echt wel weer eens gaan denken wat de volgende stap is. Absoluut, nee, helemaal eens. Ik denk ook dat je dus binnen samenwerking, want ik heb wel vaak, weet je, ik ben ook al vanuit mijn professionele leven vaak uitgenodigd voor van die TNO-groepen waar je dan
met je concurrenten samen moet gaan nadenken over innovaties. Ja, meestal heb ik daar niet zo heel veel zin in. Nee, dat begrijp ik. Dacht jij van de open innovatie was? Nou, ik helemaal niet. Daar ben jij van, weet je wel. Nee, we snappen elkaar ook niet altijd. Goeie vraag. Nee, maar ik denk dat innovatie altijd per definitie open moet zijn in plaats van walled garden. Dat is punt 1. Daarvoor ben ik ook tegen houden. Ik weet wel dat jij dat vindt. Maar het is zo, binnen die keten moet je, als je het hebt over de kabelaars en de telecom operators, dat zijn natuurlijk duidelijke concurrenten. Die moeten elkaar ook scherp houden. Omroepen idem dito. Die moeten de beste content en de juiste portal. Dus het zoeken naar die portal voor die consument dadelijk, omdat iedereen tv-kanalen kan beginnen, is natuurlijk wel essentieel. Dus daarbinnen moet je wel concurreren. Maar je moet ook wel realiseren dat jij een bepaalde propositie in die keten hebt. En dat je elkaar nodig hebt. Dus binnen de, zeg maar, die lijnen moet je met elkaar zeker concurreren om elkaar scherp te houden. Maar daartussen moet je juist veel meer die verbindende factor zoeken. Dat is tenminste hoe ik er tegenaan kijk. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat moet je natuurlijk wel zien te realiseren. Ja. En in de industrie is dat allemaal, denk ik, in Nederland wel, moet dat mogelijk zijn. Want iedereen kent elkaar. Hey, een ander ding waar ik me nu van realiseer dat ik een tijdje niks meer over gehoord heb, is 3D-TV. Wordt dat ooit nog wat? Leuke vraag. We zijn nu bezig met een partij 3D4U, een Amerikaanse club die in de Arena onder andere een leuke opstelling heeft, wat raakt ook onze technologie. Laatste discussie over gehad met Bart Gretsen en die... Die vindt een strong believer in 3D. Wij ook. Hij zegt dat het weer terugkomt. En de reden is eigenlijk dat te vroeg, hè, dat hebben wij natuurlijk ook vaak last van, is dat eigenlijk die hele mixer van wat je nu ziet met 4K en 360 camera's en die hele immersive experience, dat het ook dadelijk voor 3D in een andere vorm gaat gelden. Dus dat het nu even te vroeg was, omdat de technologie ook eigenlijk niet helemaal ready ervoor was om met brillen achter een scherm te gaan zitten, zie je de andere technologieën terugkomen. Of nu opkomen eigenlijk met 4K en hoger. Waardoor je eigenlijk die ervaring, het gebiologeerd, het helemaal ondergedompeld worden, dat die ervaring eigenlijk zodanig is dat je daarin de noodzaak om naar 3D te gaan veel meer missen. Maar je zal het op een andere manier terugzien. En dat heeft dus zal een combinatie worden met 4K, 6K en meer 360 panoramic views. Waarbij je eigenlijk op verschillende momenten eigenlijk zelf in die camera positie kan komen. En dan komt 3D weer terug, wat voor vorm dan ook. Daar ben je wel van overtuigd. Maar het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Als ik allemaal zou weten, zou ik hier ook niet zitten. Maar je zit wel een beetje in de dal en het zal weer terugkomen. Die technologieën komen vanzelf alweer een keer terug. Het is natuurlijk op zich natuurlijk een mooie technologie. Ja. Als je het hebt over interactiviteit, dan hebben we tot nu toe eigenlijk voornamelijk, of de voorbeelden die jij noemt, maar dat zie je natuurlijk al vaker, events waar je zeg maar van camera of van positie kan switchen, et cetera. Er is een periode geweest dat we dachten dat we met z'n allen films, et cetera, zouden willen gaan beïnvloeden en dat een rol moest gaan spelen. Komt het ook weer terug of niet? Nou, wel grappig. We zijn op dit moment met een zeer vooruitstrevend project bezig met Arno Grunberg rondom het meten van zeg maar emoties wat lasers ervaren. Nou, dat kan je natuurlijk ook heel goed in de dance-industrie kan je dat plaatsen. Dus wij geloven heel erg sterk en met ons ook op andere bedrijven, technologiebedrijven die daar ook is ingestapt in het project. Dat uiteindelijk zeg maar, het meegaan met allerlei nieuwe dingen in media die ook op een andere vorm zeg maar, tot je komen. Dat omgezet kan worden in applicaties. En die bedrijven zijn ook al gewoon in de markt. Ja, we hadden de laatste eentje bij Infostrada Sports. Die had zo'n technologie. We hebben nog uitgetest. Want ik vond het een leuke toepassing. Kon je ook emoties meten. En vond het een leuke toepassing. Omdat met darts in de registratie heb je ook een camera die kijkt door de roos van het bord heen. Dus dan kijk je altijd mensen recht in het gezicht. Want dat is een voorwaarde om een emotiemeting te kunnen doen. Ja. En het lijkt me ook een leuke toevoeging aan darts. Want dan kan je zeg maar, op een gegeven moment zou je een soort spanningmeter van een speler in beeld kunnen zetten. Absoluut. Zeg maar. Zo van, hoe nerveus is die? Ja, dat is best aardig. Ja, nee, maar wat wij doen is dus die emoties. Wat zijn emoties? Hoe uitzicht dat? Hè? Dat is heel fysiek. Ja. En daar heb je natuurlijk allerlei sensoren al voor en metingen van gezichten, uitdrukkingen. Wat wij doen eigenlijk is het echt op de hersens zelf, dus met neurofysiologische sensoren, meet wat in de hersenen voor proces plaatsvindt. En dat zeg maar in een kwadrant neer tussen blij, vrolijk, opgewonden, stil. En dat zijn eigenlijk wat grove metingen. En dan direct, zeg maar, real-time, de ervaringen die je dan op dat moment hebt met het lezen van het boek of het ervaren van muziek. En dat zeg maar in een kwadrant te vertalen. Dat is eigenlijk het,
het nieuwe spectrum, wat een beetje bij de quantified self-theorie eigenlijk hoort. Ja, zeker. Ja. Nee, van alle dingen waar jullie mee bezig zijn bij TNO, mocht je daar een beetje overzicht over hebben, waar word jij nou echt opgewonden van? Dat je denkt, wow, dit heeft impact. Het is moeilijk om te zeggen. We zijn heel erg met die 4K video ervaring bezig om te kijken van waar ik opgewonden van word binnen TNO zijn dingen die voor de hand liggen. Waarvan je denkt in de eerste instantie even twijfelt, wat zie ik nou? Dit moet toch al kunnen? En dat kan niet. En als je in tweede instantie eigenlijk erover nadenkt van hoe hebben ze dat nou in godsnaam voor elkaar gekregen? Om dat op een normale manier, wat redelijk dichtbij ligt. Het niet wat over 10 jaar kan. We hebben ook nog wel wat voorbeelden dat over jaren gaat gebeuren. Dat kan je ook uitdenken, zo'n kwestie van hoe je dat grafisch in elkaar zet. Maar wat nu al kan, om dat zeg maar te vertalen naar echt toepassingen waar iedereen op zit te wachten. Maar dat is ook een beetje, die vraag die je zet, waar zit het publiek nou op te wachten? Wordt het geadopteerd door miljoenen mensen tegelijk? Dat is natuurlijk ook een beetje de kunst, hè? Als je het hebt over nieuwe dingen ontwikkelen, dan is het, om Steve Jobs voorbeeld aan te halen, die ging ook niet eerst uitgebreide marktonderzoeken doen, waar zit het publiek op te wachten. Want als we als TNO ons daar alleen maar mee houden bezig houden, zijn we niet anders dan een, met alle respect, consultancybedrijf die nadenkt, die kijkt naar wat wil de markt en dan gaan we daar kennis over ontwikkelen. Dus een beetje van beide kanten. Hey, en een complicerende factor bij een aantal van de voorbeelden die we besproken hebben, of het nu 3D is, of zeg maar die betere camera's, hogere kwaliteit, et cetera, of interactief drama, of noem het ook maar op. Heel veel van de dingen leidt het aan de makerskant ertoe dat het eigenlijk nog veel duurder wordt om te maken. Hè? We hebben eigenlijk twee kanten op dit moment. Je hebt aan de ene kant de democratisering van de media, dus perfecte cameraatjes zitten daarin. En veel van de andere toepassingen die we bedenken, waarvan we denken dat ze mooi kunnen zijn, zijn eigenlijk te duur om te realiseren. Ja, is dat zo? Nou ja, dat is mijn gevoel. Namelijk de keren dat ik het gedaan heb, in mijn periode bij de VPRO, zaten we allerlei dingen te bedenken die mooi waren dat ze konden. En het was ook mooi dat we konden laten zien dat het kon werken. Dat je kon kiezen bijvoorbeeld, je was een fan van een artiest. En dan kon je bepalen of je een kort, een lang of een middel interview van een interview wou zien. Een kort, lange versie van een optreden. Nog wat van die elementen erbij. Allemaal enig als je vanuit de consument bekeken. Ja. Maar voor alles gold, bijvoorbeeld een interview of een reportage maken van 5 minuten, van 10 minuten en van 15 minuten. Is het echt 3 keer opnieuw monteren. Want het is 3 keer een spanningsboog. Het is niet simpelweg een concert in korte, zeg maar. Nee. Dus het idee was heel erg goed. Als je mensen vroeg van, wil je dit hebben, zei iedereen ook wel ja. Ja. Maar aan de andere kant bij ons was het zoveel meer werk. Ja. Dat we dachten, we stoppen er maar weer mee. Ja. En dat zie je ook heel veel bij interactief drama. Dat zie je bij op heel veel plekken. Ja. Nee, eens dat je dat zegt, en dat heeft ook allemaal met een eenvoudig woord te maken met automatisering van de keten. Wat je ziet is eigenlijk dat het toevoegen van metadata, dat is ook vaak een issue. Dat vaak nog handmatig wordt gedaan. Real-time allerlei mensen. Dan heb je vaak het voorbeeld uit China. 200 Chinezen heel snel real-time zitten te kloppen wat voor metadata eigenlijk toevoegd moet worden aan live video. Nou, dat zijn zaken die tegenwoordig steeds meer automatisch kunnen. Dus het automatisch indexeren van video op basis van beeldherkenning. Nou, het voorbeeld van Google die dat videobedrijf heeft overgenomen. Recente indexering. Dat gerucht gaat in ieder geval. Daar zijn wij ook mee bezig. En je ziet wel dus dat partijen daar steeds meer professioneel in worden en in zijn om die metadata automatisch op te slaan. Daar we zaken op toe te voegen. Dus in het proces al vroeg in die keten, zeg maar, daar dat kunnen vastleggen, waardoor het makkelijker wordt automatisch zaken aan elkaar te stitchen. Ja. We zijn nu met RTL bezig, zoals je misschien weet, met News Genius. Dus persoonlijke nieuws samenstellen, wat voor jou op dat moment de voorkeur heeft. Dus echt die nieuwsitems aan elkaar stitchen op een automatische manier, waarbij je 1 keer zeg maar profiel invult en automatisch dat gerefresh wordt aan de hand van waar je bent en waar je. Nou, dat is uiteraard ook een onderzoek. Het is een nieuw project. Ja. Mag best wel aankondigen dat het heel goed loopt en dat we er binnenkort mee naar buiten komen. Waarbij je dus die profielen en al die data, want daar gaat het dan vaak om, de big data vragen, dat je dat van tevoren wel geïndexeerd hebt en klaar hebt. En dat je dat makkelijker uit allerlei systemen kan trekken, waardoor het handwerk, wat jij zegt, makkelijker wordt. Waarbij dus het idee vrij snel in een soort pilot kan testen of het werkt. En daar wil je natuurlijk naartoe. Dat je het snel kan testen. Slaat het aan? Nee, niet. Hup, we gaan wat anders doen. Ja. Ben je ook op het Mediapark Jaarcongres? Zeker. Oké. Okay. Expert sessie? Ik ben sowieso bij de expert sessie. De expert sessie wordt door mijn collega Menno Bangma geleid. Die expert is op het gebied van mediasynchronisatie. Ik zal daar zelf met de demo staan. En met name meneer de business toepassingen zeg maar, met elkaar bespreken. En daar weer nodig met iedereen praten. Ja, zeer interessant. Die expert sessies zijn gratis, mag ik geloof ik zeggen.
Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Correct. Dus mocht je zin hebben om naar Hilversum te gaan donderdag. En TNO te bezoeken. En andere expertsessies uiteraard ook. Ja. Graag. Ja. Meer dan welkom. We gingen één keer door, geloof ik. Hè? We moeten alleen nog... hebben we nog een videootje. Ja, we hebben nog een videootje voor jou klaarstaan, wat je gestuurd had. Ja, nou, laat maar zien. Vertel even wat mensen gaan zien. Ik heb een aantal dingen gestuurd, maar wat die, erg... De eerste die je stuurde. Lineair TV. Nou, de eerste die ik stuurde was eigenlijk... Hoe ga je nou om met interactiviteit, het toevoegen van data... en het interactief consumeren van nieuwe video. En daar laten we een aantal use cases zien, eigenlijk fragmenten... waarbij wij nagedacht hebben over van... oké, wat zou ons publiek zijn als ik nou de gebruiker ben? Wat zijn nou leuke dingen om snel te kunnen doen... waarbij je niet continu allerlei zaken op je tablet aan het doen bent... omdat je ook nog met een groot scherm te maken hebt... of met andere dingen te maken hebt. Oké, na de video gaan we verder. Een video, hoor, die wij hebben. Oh, welke heb jij? We hebben deze. We hebben deze video niet. We gaan een andere video laten. Okay, nou, we kijken gewoon een andere video. Een andere video. Ja, hey, verrass ons. Er zit geen geluid bij, ik kan eronder praten. Oké, okay, nou dan is het. Kijk, daar komt hij hoor. Ben benieuwd. Ja. Nou, dit is inderdaad. De kunst is namelijk van. We komen daar denk ik zo direct weer op terug met de volgende spreker wellicht. Dat, hoe krijg je nou heel veel data, dus 20, 25 megabit over bestaande infrastructuren met bestaande devices, maar toch die ervaring wil hebben van nieuwe hoge resolutie video. Nou, de enige manier waarop je dat eigenlijk nu kan doen, is dat je het videobeeld allemaal in tegeltjes hakt. Waardoor je eigenlijk 4K of 6K hoge content in tegeltjes op een streaming server zet. En op het moment dat jij daar gebruik van gaat maken en je gaat navigeren, je gaat wat doen met die video, haal je eigenlijk maar één tegeltje op van die video. Waardoor je de streamingcapaciteit eigenlijk veel lager wordt, dus goedkoper wordt om te streamen. En de performance en de kwaliteit veel hoger wordt. En het belangrijkste, het is schaalbaar. Dus in potentie kunnen miljoenen mensen tegelijkertijd heel hoge resolutie video kijken. Nou, dat is voor media natuurlijk extreem belangrijk dat het en masse gebruikt en bekeken kan worden. En dit is een voorbeeld eigenlijk van video waarbij je eigenlijk ook data toe kan voegen. Je ziet daar in het beeld wat cijfertjes of wat zaken staan die eigenlijk ook weer gebruikt kunnen worden om tijdens de wedstrijd, tijdens live beelden, spelers te volgen, extra informatie te geven, hoe hard die schiet, hoe ver die is, hoeveel keer die moet scoren. En je kan natuurlijk allerlei betting concepts aan toevoegen van wie gaat er nou het eerst scoren en daar live op drukken en dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk de mogelijkheden die deze technologie nu biedt. En je kan eigenlijk ook, en dat is natuurlijk de social component die erin terugkomt, allerlei zaken, filmpjes die je zelf kan maken van die website, kan je met elkaar delen. Nou, je kan allerlei spelconcepten eromheen bedenken. Vind de man met de gele, kanariegele trui in het publiek die daar zit. Spot je local stekel. Ja, nou, dat soort zaken zijn allemaal mogelijk met deze nieuwe technologie. Ja, oké. Okay. Nou, super, hartstikke goed. Gaan we nu toch gewoon live even switchen dan? Ja? Wat jij wil. Wat ik wil, ja. Dat is dat laffe gedacht. Doe maar een changement. Als jij hem even daar dicht trekt, Martinus, dan... Oké, super, hartstikke bedankt. Donderdag zien we je uitgebreider. Ja.